Het wonder van Groesbeek. Het wonder van Groesbeek. Want daar gaat het allemaal om de komende weken. Te beginnen morgenavond thuis tegen concurrent FC Dordrecht. Ja, maar dat is nog niet geschied, hè? Dus daar hebben we nog heel veel werk te klaren. Te beginnen morgen tegen de directe concurrent. Het wonder van Groesbeek. Het wonder van Groesbeek. Ze beginnen erin te geloven hier op Sportpark de Heikant. Het is een wedstrijd van erop, maar misschien ook wel eronder. Want bij een nederlaag is Achilles officieus gedegradeerd. Die druk zit er natuurlijk ook op. Ja, absoluut. Dus, maar dat is eigenlijk al weken. Als we afgelopen weekend een keer verloren hadden, dan was het ook heel lastig geworden. Maar we hebben een goede fase gehad en we hopen dat we hem morgen door kunnen trekken. En in ieder geval bij ons is daar wel vertrouwen in dat we morgen die wedstrijd kunnen winnen. Maar goed, nogmaals, dan zijn we er nog niet. Wij gaan uit van het positieve en van het goede scenario. En dat wij het hier Dordrecht gewoon heel moeilijk kunnen gaan maken. En mij maakt het eigenlijk niet uit tegen wie we morgen spelen. Al spelen we tegen VVV thuis, of tegen Helmondsport, of tegen wie dan ook, het maakt mij niet uit. Wij moeten gewoon morgen onze thuiswedstrijd winnen. En dat er dan toevallig tegen een directe concurrent is. Ja, het zij zo, dan maakt het alleen maar mooier. Maar het vertrouwen is groot in... Dus meneer Man, het wonder van Groesbeek.